Ik denk dat je nu een jaar later dat echt zonder meer kunt zeggen. Maar had u dat besef toen ook? Nou, dan weet ik niet of ik dat besef op dat moment had. Ik had wel het besef, er is nu een oorlog gestart in Europa. Dat besef had ik zeker op dat moment. Maar ja, nu kun je zeggen, dit is van historische betekenis. Dat dat gebeurd is, dat Rusland die grootschalige invasie heeft gedaan. Ja. Maar ook, hè, wat we net ook in die beelden zagen, dat Oekraïne, daar, die heeft natuurlijk iets, dat is iets ongelooflijks wat zij hebben laten zien. Ja. Die vastberadendheid. Ja. Ik heb veel Oekraïners gesproken die ook zeggen, we doen het voor onze kinderen. Vandaar dat het ook zo'n mooi beeld was met de baby. Ze vechten voor hun kinderen, want ze vechten voor hun vrijheid en hun onafhankelijkheid. Ja. En daarmee is het dus ook, ja, onze strijd in zekere zin. Want dat zijn onze waarden die we hier in Europa zo belangrijk vinden. U zijn...